Gelet op de mogelijkheden binnen de agrosector en met het oog op de huidige economische en financiële situatie, tracht de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan startende ondernemers, landbouwers en andere geïnteresseerden informatie te verschaffen over alternatieve methodes met betrekking tot het kweken van champignons, aquacultuur en kassenteelt. Op een heel druk bezochte ondernemersavond, dinsdag 27 juni, jongstleden te KKF, werd er door een Chinese delegatie die op uitnodiging van het ministerie van LVV momenteel in Suriname vertoeft, uitgebreide informatie gegeven. Er werd onder andere gesproken over de mogelijkheden die met name het kweken van champignon met zich meebrengt. Verder is men ingegaan op aquatiltmethodes, voornamelijk het kweken van de tilapiavissen. Ook werd er een technisch overzicht gegeven over de kassenteelt en processen daarvan. Tot zover een kort verslag van de ondernemersavond.